Ja, als Feyenoorder moet ik maar even melden natuurlijk. Ja. Hé, hey, is dat even wat? Ja, daar had niemand op gerekend. Nee, iedereen dacht van, oh, dan gaat hij goed met Feyenoord. En dan, oh, en het was ook geen geweldige wedstrijd. Dat hebben we allemaal gezien, maar hé, hey, het was zo'n echte Feyenoord-overwinning, weet je wel. Met strijd, hard werken, geen heel goed voetbal, dat hoeft ook helemaal niet. Dat verwachten wij ook niet. Dit willen we, dat willen we zien en dat hebben we gezien. En dan die bevrijdende goal en die spanning op het eind ook. Oh, vrienden, oh god. Ja, als er één goal valt, oh. Nee, maar het was, dit was dan weer zo'n wedstrijd. Ja, zo wil je ze zien. Oh, geweldig toch? Ja, en wat ik me nou afvraag, hè? Ja, maar dat ging gelijk door mijn hoofd. Al die gasten die de vorige keer, weet je wel, toen Feyenoord verloor. Daar bij Stoomgraats, toen kwamen ze allemaal, en zaten ze allemaal op Twitter met Slot out. Slot moest weg. Oh nee, maar Slot die kon er niks van, want die kon ook helemaal niet wisselen. En vanavond dan, juist die wissels, die hebben het gedaan. Maar hij kon niet wisselen en Feyenoord moest heel snel af van Arne Slot. Ja, en nu dan? Ik heb ze niet meer gezien. Oh, nee, weinig hashtags. Ja, en nu is het toen. Wordt het nu dan Slot in? Moet het nu weer. Dat is het gewoon. Ja, dus ik zou tegen al die gasten willen zeggen. En eigenlijk tegen elke voetbalsupporter. Doe nou een beetje rustig aan altijd. Niet zo gelijk hop, vol met die kritiek komen. Ik bedoel, voetbal. Je ziet het maar. Het kan zo veranderen. En dan hebben we, ja. Dus, wat is het nu? Het is hashtag Slot in.